Vraag de geschiedschrijver Gerard Koppers wie is de belangrijkste figuur uit de geschiedenis van de brandweer. En hij noemt zonder enige aarzeling deze Jan van der Heijden. Dat was onze Nederlandse Leonardo da Vinci. Hij was kunstschilder, hij was handelaar, hij was organisator en vooral uitvinder. Van der Heijden, typisch kind van de Gouden Eeuw. Toen ons land gold als kraamkamer van innovatie en Hollands glorie de wereld veroverde. Hij heeft ervoor gezorgd dat de brandweer gebruik maakt van brandslangen. En door het gebruik van brandslangen kan het water daar gebracht worden waar de brand is. Als jongetje is Van der Heijden in 1652 getuige van de verwoestende stadhuisbrand in Amsterdam. Hij zag het hele stadhuis eigenlijk voor zijn ogen afbranden met alle kostbaarheden die erin waren. Ondanks het feit dat mierennesten van mensen probeerden en de brand tegen te houden en de kostbare spullen te redden. En hij was een jongetje van 15. Hij was 15 jaar oud. Van der Heijden experimenteert met pompen, slangen, spuiten. En verwerft octrooi op de brandspuit die onafgebroken water blijft geven. Letterlijk een werelduitvinding. Zijn er nog steeds Jan van der Heijden binnen de brandweer anno 2009? We zeggen wel eens, die brandweer die wil niet zo veranderen. Maar als ik zie dat er toch ook dit jaar weer ruim 25 ideeën waren in dit land. En dat we nog niet eens met de stofkamp erheen zijn gegaan. Ja, er zijn volgens mij nog heel veel Jan van der Heijdens. Er zijn ook vandaag dus ideeën genoeg, zegt Roijmans. Maar ze blijven doorgaans ergens hangen. Ja, wij zijn, vind ik, nog steeds onvoldoende in staat geweest om hele goede ideeën met elkaar te delen. Hoe komt dat? Misschien ook wel valse bescheidenheid. We hebben dit uitgevonden, we gaan er gewoon mee aan de gang. En ons probleem is opgelost, over tot de orde van de dag. Punt. 300 jaar na de dood van Jan van der Heijden moet een innovatiemanager brandweerbreed die ideeën zien vlot te trekken. Nou, wat we van die persoon verwachten is dat hij vooral ook op zoek gaat naar waar liggen de ideeën, wat zijn de ideeën, hoe bruikbaar zijn ze voor Brandweer Nederland. Waar zouden we nog behoefte aan hebben, waar zou ik dat kunnen gaan vinden. Want ook we hoeven niet alleen nationaal te kijken natuurlijk. Hè. Ook over deze hele wereld worden dingen verzonnen. Jan van der Heijden is er een voorbeeld van. Zijn product is inmiddels uitgerold over de hele wereld. Laten wij ook eens een keer wat meer binnenhalen. Ook dat kan hij voor ons betekenen.